namen naar de citadel toe. En bovenaan heb je eigenlijk een geurtuin. Je hebt er zo nog in België en in de wereld. Maar daar is er een geurtuin waarin je eigenlijk alle mogelijke geuren kan ontdekken. En het is ongelooflijk welke geuren dat er allemaal zijn in de natuur. Van heel lekker tot minder lekker, tot dingen die naar cola ruiken, dingen die naar alcoholen ruiken. Allerlei zotte geuren. Dus geurtast, dat zijn allemaal zaken waar we rekening mee moeten houden in het ontwerp. We gaan er morgen zeker nog dieper op in wanneer dat we echt de planten zelf gaan bepalen. Dat we het echt gaan hebben over de planten. Wat dat we nu een keer gaan doen... Ik ga die tegen elkaar houden. Wat dat we nu een keer gaan doen, is... We hebben daarnet op papier ontworpen, wat dat heel abstract is. Maar er is een heel groot verschil tussen papier en de werkelijkheid natuurlijk. Wat dat we nu gaan doen, is hier gewoon een keer rond ons kijken. Waar zien we die zone 0? Zo kunnen zeggen, we hebben hier twee eenheden. Dat zijn twee zone 0's eventueel. Die terrassen, zone 1. Misschien alle verhardingen hier rond. Kippen heb ik hier nog niet tegengekomen. We hebben daar moestuin. We hebben daar hoogstambomen. We hebben daar wat klein fruit. We hebben daar wat laagstambomen. We hebben hier ook struiken rond die moestuin staan. We hebben hier ook bomen die er gewoon wat naast staan. En als jullie hier rond jullie kijken, wat is het eerste dat jullie opvalt als je rond je kijkt? Open en toe, dat kom ik wel terug, die open en toe. En wel, ik ben heel blij dat jullie dat zeggen. Het eerste wat dat hier inderdaad opvalt, dat is 1. Je kan rond je kijken. Als ik naar daar kijk, ik kan niet rond me kijken, want staan daar dingen voor. Als ik me voor die boom daar zou zetten, of voor andere bomen, of daar aan die bosrand, dan kan je niet rond je kijken. Dus ondanks dat je een voedselbos gaat ontwerpen, gaan we ook ruimtes ontwerpen waar je eventjes kan kijken. Zichtassen, zo belangrijk. Ontwerpen is eigenlijk heel veel psychologie. Als ontwerper ben je een halve psycholoog. Eerst en vooral omdat je jezelf moet leren kennen of je klant moet leren kennen. En het leren kennen van wat is die droom? We hebben daar al heel veel over gehad. Maar het tweede ook van hoe voelt een mens zich goed? Wanneer voelt een mens zich goed? Is er iemand die weet wat dat de ideale biotoop is voor een mens om zich goed te voelen? Ja. Inderdaad. In feite, waar dat Yves zit... Yves is misschien het meeste in touch met zijn instinct op dit moment. Maar Yves heeft daar twee zijden dat hij weet. Ik kan niet aangevallen worden langs van achter. Dat zit nog altijd in ons. Heen is wat afgesloten. Heeft dat uitzicht. Maar heeft ook inderdaad, zoals Sven zei, referentiepunten. Wij hebben als mens een soort, ik noem dat dikwijls, een televisiescherm nodig. Wij hebben als mens zo... Wat zou er daarachter zitten? Wij hebben dat als mens nodig. Een goed ontwerp is eigenlijk een constante uitnodiging. Overal waar je gaat wandelen, als ik bijvoorbeeld zeg van, dat trekt mij aan, ik ga daar naartoe, om een keer te gaan kijken hier naartoe, van wat is dat hier? Oh, besjes. Als hier staat, moet je eigenlijk opnieuw uitgenodigd worden door andere prikkels. Goed ontwerp word je constant uitgenodigd om ergens naartoe te gaan. Daarmee, als je een hele lange rechte lijn hebt, ik kan zien van hier tot einde wat dat is. Ik ga minder snel geneigd zijn om naar daar te gaan dan bijvoorbeeld daar zo ergens in het midden, omdat het is er zo wat een blad zo aan het blinken. Dat trekt mij aan. Dat kan niet goed een vijver zijn die daar is. Sommige mensen zetten een kunstwerk in hun tuin, een houten sculptuur dat ze zelf hebben gemaakt of laten maken hebben. Je wilt eigenlijk in een ontwerp constant uitnodigingen zetten van getriggerd worden, dat is het juiste woord. Het tweede wat ik daarnet heb gehoord van Camille, dat is open en gesloten. Dat heeft daar enorm veel mee te maken. We willen dat we openheid hebben, omdat we dat overzicht willen hebben, maar ook die volle vlakken. Hè. Eigenlijk, als je nu rond je kijkt, moet je proberen alles voor te stellen als kubussen of balken. Hè. Een balk is een uitgerekte kubus. En dan zien we van, kijk, dit is hier nulpunt, dat gazon. Dit is een kubus die een klein beetje woep, naar boven is, of een balk. Hè. Gewoon, hup, volume, lichtjes volume. Dit is hier nog een volume, allemaal een bepaalde verhouding hebben tot elkaar. We gaan misschien een beetje verder wandelen.
Hey, je wilt eigenlijk overal trechtervormen gaan creëren. Fuiken, als het ware. Hey, je wilt de mensen vangen. Hey, hier, je kom hier terecht. Woep, dat is hier eventjes dicht. Dat is eigenlijk een poort dat je openhaalt. Een poort naar weer een nieuwe plek. Dus dan, wauw. Wat zou er hierachter zijn? En dan kom je hier. Een hele nieuwe wereld gaat open. Oh my god. Kijk, het is hier een heel grote, lange zichtas. Je kan daar die tenten zien staan. Je ziet daar hoogstambomen staan. En daartussen zie je ook dingen waar je naartoe kan gaan. Als hier staat, tot wat zou je allemaal aangetrokken kunnen voelen? Ja, inderdaad. Ik vergelijk dat dikwijls met mensen die graag kijken naar andere mensen die weinig kleren aan hebben. Doe je al die kleren af, worden ze plots niet meer aantrekkelijk. Is er zo nog een beetje kleren aan, dan heb je soms als mens zoiets van, interessant. Hè? Dat is een vergelijking die dikwijls wordt gemaakt, die ik zelf niet heb uitgevonden. Hè? Maar dat soms wel lijkt te kloppen van, hey, zo van show but don't tell. Hè? Je wil zo de mensen triggeren, maar als je het van de eerste keer vertelt wat het einde van de film is, ja, dat je niet meer kijkt naar die hele film. Zoiets van, dat is dat. Hè? Dus je wilt eigenlijk altijd die spanning erin houden. Hè? Landschapsontwerp is spanning opbouwen en niet alles direct prijsgeven. Als je van de eerste keer gewoon rond je kijkt en ziet alles, en je zoiets van, ik heb het gezien. Ik heb het gezien. En dat wil je niet. Je wil nooit maken dat je alles direct gezien hebt. In het begin, had alles nog klein zijn, ga je alles direct kunnen zien. Maar na een tijdje ga je die verschillende volumes gaan creëren. En die volumes gaan creëren, dat heeft weer met die successie te maken. Want een keer naar die moestuin gaan kijken. Persoonlijk heb ik een hekel aan autostrades. Ik weet niet of er iemand ook een hekel heeft aan autostrades, toevallig. Toch een paar mensen. Misschien, waar reden jullie het liefst op? Als je echt wel wil genieten van de baan, op kleine baantjes met bochten of op de autostrade? Kleine baantjes met bochten, waarom is dat zo leuk? Na iedere bocht zie je van, oh wauw, heb je die vallei gezien? Oh wauw, heb je daar die rotsen gezien? Dus je wilt eigenlijk constant meegenomen worden en iets nieuws zien. Dat heeft te maken met zien. Hetzelfde met geuren. Je wilt hebben, als er iemand plots passeert langs een bepaalde struik, dat je zo overweldigd wordt door bijvoorbeeld rozen die daar staan. Rozen zijn ook eetbaar, de blaadjes zijn eetbaar, de bottels zijn eetbaar. Hetzelfde met heel veel andere aromatische planten. Dan het volgende is geluid. Het is heel leuk dat er daar een beest geluid aan het maken is. Je wilt ook plaatsen creëren waar er heel veel beesten zijn, dat je zelf het gezoem kan horen. Zodat je eigenlijk gewoon één symfonie hebt van alle zintuigen. Je wilt hebben dat je qua geluid kan genieten van een stoomtreintje dat passeert in je hof. Ik kan het er ook miniatuur zetten. Hè. Een van de buzzing bees. Kabbelend water. Hey. Dat is iets dat we nog niet veel over gehad hebben, over het effect van water op een mens. Het effect van water dat is hier helaas niet aanwezig op deze site. Maar wij als mens, wij komen uit het water. Wij zijn nog altijd enorm aangetrokken tot water. Zet daar eens een vijver, 9 kansen op de 10, gingen jullie daar aan gaan picknicken. Helaas, er is hier geen vijver. Maar water is iets enorm aantrekkelijk. Hetzelfde met geluid van water, dat is rustgevend. Creëer geluiden. Creëer geuren. Qua zicht is het duidelijk. Creëer die volumes. En heb ik een zintuig vergeten? Geur. Geur. Smaak, dat is evident. Dat is in een voedselbos. Uiteraard, goede smaak is belangrijk. Wanneer we nog een beetje rondlopen. Let ook op de paden. Daarnet waren we op een breed pad. Nu gaan we op een heel smal pad. Waar we eigenlijk worden gezoend door de planten waar we passeren. Die planten raken ons aan. Die planten zijn ons aan het strelen. Alle marketingboeken die je gaat lezen, die zeggen allemaal, als mensen iets willen kopen, de manier om ervoor te zorgen dat mensen iets kopen, dat is, maak het duur, maak het ongrijpbaar of net grijpbaar. Er zijn maar 2 stuks over. Gaat dat toch wel kopen?
Er is maar één plaats meer vrij op deze voetbalcursus. Je kan er net niet aan hier. Je kan het net niet zien. Je kan het zo net niet zien. En dat is, in zekere zin is dat een leuke frustratie. In zekere zin kan je voetbalbos ontwerpen, of gelijk welk landschap ontwerpen, waar je zo, je moet zo lichte frustratie. Hey, zo, je bent een hele lange wandeling aan het doen, en toen deugt die wandeling, maar je hebt echt wel zin om op het gemak je neer te zetten en een pannenkoek te eten. Zo, die lichte frustratie van, oh, die craving. Je wilt die craving creëren van, oh, wat is dat daar? Goh, ik wil dat daar zien. Wat is er daarachter? Hey? Je wilt de mensen echt triggeren. Oké. Okay. Iets technischer dus. We hebben hier onderste in de successie. Dat wordt hier echt wel meermalig gemaaid. Meestal 6 keer. Dat klopt totaal niet. Sommige mensen doen dat veel meer, veel minder. Maar laat ik zeggen dat dat 6 keer gemaaid wordt. Dat is een veel terugkomend getal. 6 keer per jaar. En dat is hier dan een bloemrijk grasland. Op dit moment, echt bloemrijk is het niet. Beneden is dat veel bloemrijker. Iets hoger hebben we frambozen, we hebben hier een ribes staan en dan daarnaast hebben we een appelboompje. Qua voedselbosstructuur is dit eigenlijk alle ingrediënten, want dan heb je daar dan een notenboom. Die notenboom gaat hoogstwaarschijnlijk groter worden dan die kersenboom hier. Maar let dus op die verschillende hoogtes, probeer dat ook een keer te voelen als je dat daarnet op het papier hebt gezet. Van wat dat dan nu eigenlijk voorstelt. Velen van jullie hebben een notenboom of een, ik zeg maar iets, een hoogstam kerselaar of een halfstam appel erop gezet. Hey, hier kan je echt gaan zien hoe dat eruit ziet. Heel concreet, hey, frambozen op een plant ziet er allemaal heel fancy uit, maar uiteindelijk is dat hier gewoon maar een plant. Hey. Gewoon maar een plant, ik vind dat niet zomaar een plant, maar uiteindelijk... Hey, het is gewoon maar een plant. Stel met dit hier, een ribes. Ribeswoorden heb je albes, cassis. Dat lijkt allemaal een beetje op elkaar. Je ziet hoe dat zich verhoudt tot elkaar. En je merkt ook, kijk, hier kan je nog echt gemakkelijk aan al die appelen, om dat te oogsten. Maar stel je voor dat die ribes hier had gestaan, zo vlak onder de kruin. Ja, probeert die appel die hier bijvoorbeeld zou hangen maar een keer te pakken. Dus vandaar, je moet altijd nadenken van, hoe kunnen we de planten bij elkaar gaan zetten en tekenen dat we zowel de albesjes bijvoorbeeld kunnen nemen en zowel de appels. Cirkel 2 van je hoogstam kersenboom. Als je die tegen elkaar zet, dan wil zeggen dat die kroon de kroon van die laagstam gaat raken. Je mag voor mijn part die boom ook hier zetten, maar dat je minder kunt oogsten. Of het gaat moeilijker zijn om te oogsten. En die bomen gaan ook wat tegen elkaar zitten. Er is ook wat concurrentie daartussen. Alhoewel, dat valt nog redelijk mee. Als je bijvoorbeeld gewoon één boompje zou zetten, waar is zuiden ongeveer hier? Ja, laten we zeggen daar ongeveer. Als we aan de zuidkant bijvoorbeeld dat boompje zouden zetten, dan zou dat in principe niet zo heel veel kwaad kunnen, want we gaan van onder naar boven. Als die ene boom ongeveer mijn armenbreed hier staat, hoe hoog komt hij? Ongeveer tot aan die, niet aan deze etage, maar een etagetje hoger. Dat kan in principe wel. Hè. Maar hoe dichter dat je ze gaat zetten, hoe minder productie dat ze gaan hebben, de bomen. En hoe dichter bij elkaar, hoe moeilijker te oogsten. Hè, dat is. Er is concurrentie hè, tussen bomen. Maar alles hangt er vanaf van hoeveel water is er. Water is eigenlijk de beperkende factor tegenwoordig. Voedingsstoffen, dat valt redelijk mee. Maar het is op dit moment echt water dat de beperkende factor is. Dus als je een goede bodem hebt, dan kan je in principe bomen heel dicht bij elkaar zetten. Als je bomen dicht bij elkaar zet en er gebeurt geen onderhoud, dan ga je minder oogst hebben. Het gaat nog altijd overleven, hè? Dat is geen probleem. Het gaat nog altijd overleven. Het gaat misschien sneller ziek worden. Maar het heeft echt met oogst te maken. Als oogst je hoofdzaak is, dan is het belangrijk om afstanden te respecteren. Als dat minder belangrijk is, dan kan je daar wel in gaan foefelen. Je hebt dat nu gezien. Dat pad was hier echt aan het slangen naar boven. En als je hier komt, heb je echt wel een scherpe hoek. Je komt hier langs die hazelaarstrook. En dan
maak je een heel scherpe bocht naar links. Je komt hier toe en wauw, je ziet er iets. Je gaat verder, je ziet nog iets, Wauw, fantastisch. Ja, weer een heel ander uitzicht. Het is weer, we zijn Masters of the Succession. Als we niks doen, woep, dan gaat dat de lucht in. Groeit dat dicht, heb je weinig vruchten. Grijpen we in, dan produceert dat meer. En dat is eigenlijk wel generaal iets. Qua productie hebben ze ondervonden dat slechte snoei beter is dan geen snoei. Klinkt heel contra-intuïtief. We zijn altijd, we gaan voedselbossen aanleggen om geen onderhoud te hebben. Dat is allemaal goed en wel als het gewoon een hobbyvoedselbos is, een romantisch voedselbos, waarin je gewoon gematigde oogst wil hebben. Wat dat hier eigenlijk wel meestal zo het geval is, dus dat is perfect in orde. Je moet niet weinig tot niet snoeien. Maar als je echt productie wilt, dan stress, gelijk wat dat Diederik zei, gaan ze sommige mensen, ik ben nog in Tenerife geweest, dat is echt gewoon met een machete gewoon die bomen vermassacreren eigenlijk bijna, omdat die meer appelsine zouden geven. Nee? Dus hoe meer dat je ze snoeit, hoe meer licht dat erin komt, hoe meer energie dat er gaat naar de appelen bijvoorbeeld. De beste moment om te snoeien is in de... zomer. Goed zo, inderdaad. Je snoeit in de zomer. Wanneer aan de vruchten aanhangen, dan gaat er nog meer energie naar de vrucht. Alright. We gaan hier nog wat doorwandelen en blijf letten op de paden. Kijk naar open, gesloten. Kijk naar hoog, laag. Probeer die structuren echt te zien. Probeer echt die blokken daarin te zien. Een van de beste manieren om de regen op te vangen, een van die onbalansen weg te werken, dat is bomen zetten. Voor verschillende redenen. Bomen remmen de regen af. Als het plots begint te regenen, het eerste wat je moet doen is, je gaat onder een boom gaan zitten en het duurt een tijdje tegen dat het water eigenlijk op de grond terechtkomt. Dus wanneer dat er een buurt ernaast al onder water kan staan, kan het zijn dat waar dat er bomen staan, dat dat nog niet zo is. Wanneer dat het water dan eindelijk wel de grond bereikt, doordat die bodem veel humusrijker is door het bladval, gaat het water ook veel beter gaan insijpelen in de bodem. Waardoor dat eigenlijk gewoon een van de beste anti-overstromingsmechanismen is dat we kunnen zetten. Bomen die goede bladval hebben, die de grond verrijken, is super goed tegen overstroming. Best dat we toch bezig zijn over waar dat bomen nog allemaal voor zorgen. We kennen allemaal zuurstofproductie, maar ook het opvangen van fijn stof. Ja, je kan bijna niet geloven hoeveel fijn stof dat bomen opvangen. Zelf commercieel gezien. In straten waar er meer bomen staan, wordt er meer inkopen gedaan. Wordt meer geconsumeerd. Omdat mensen zich meer op het gemak voelen. De psychologische impact van bomen en van de verschillende vormen. En het is vooral die verschillende vormen die het hem doet. Heb je gewoon allemaal dezelfde bomen, dat is dat veel minder impact dan allemaal verschillende bomen. Verschillende hoogtes en laagtes. Bijvoorbeeld, er is een psychiatrisch ziekenhuis, Carus, in Melle. Dichtbij Gent. Waar dat er een van de is nu verpleegsters of opvoedsters of nee, zorgvrouwen heeft daar een voedselbos aangelegd en gebruikt dat eigenlijk als therapieplek voor de patiënten. En we zijn daar gaan filmen en hebben gevraagd aan patiënten van oké, vertel eens, wat doet dat met je zo'n voedselbos? En die zijn eigenlijk allemaal van ik zit daar binnen soms aan een tafeltje met een therapeute, maar de beste therapie is in dat voedselbos. The nature is the true healer, zei er iemand die daar zat. En dat was wel indrukwekkend om te zien. Om wat te zeggen, de natuur heeft diensten aan ons. Dat noemt ecosysteemdiensten. En in de toekomst gaan boeren niet enkel maar betaald worden om voedsel te geven, maar ook om die ecosysteemdiensten te produceren voor ons. Want die bomen of andere manieren van landschapsinrichting, die geven ons... een waarde. Heeft de maatschappij een waarde? Wauw, dat zorgt ertegen dat er minder overstroming is. Maar dat zorgt er ook voor dat er minder erosie is. Als er hier een dorp plots onder de modder ligt, omdat er boeren geploegd hebben, dan moet die boer daar zelf niet voor betalen, maar draagt de maatschappij die kost. Dus het is niet meer logisch dat mensen die ervoor zorgen dat alles beschermd wordt, ook daarvoor beloond worden. Hetzelfde met koolstofopslag. Die bomen, die hebben wortels. We weten allemaal dat er koolstof in die wortels zelf wordt opgeslaan. Maar ik heb daar al over verteld, over al die beestjes en schimmels die zich voeden aan die wortels. De meeste koolstof wordt eigenlijk opgeslaan in al die schimmeldraden. Onder ons zijn er
miljoenen kilometer schimmels, die allemaal die suikers, en suiker bestaat uit koolstof, die allemaal die CO2 opslaat. Dus een van de andere belangrijke redenen om op die bodemleven in te zetten, is dat dat heel veel koolstof opslaat. Dus bomen geven ecosysteemdiensten. En ecosysteemdiensten hebben heel veel waarde. Op dit moment nog weinig monetaire waarde, maar dat is aan het komen. Alright, we gaan geleidelijk aan terugkeren.